laten wij onze stem horen. Samen geven wij racisme de rode kaart, want diversity wins. Het project Geef Racisme de Rode Kaart is een project waarbij wij als Club Brugge, die een groot impact en een groot bereik heeft, ons een steentje bijdragen om racisme, diversiteit en gelijkheid om die, ja, in de spotlights te brengen. Om schoolkinderen eigenlijk op een heel interactieve manier met dit onderwerp te leren kennen. En hen ook bepaalde waarden en normen bijbrengen, zodat ze dat dan ook later in de samenleving meenemen. Denk eens na over iets dat iemand tegen jou heeft gezegd wat je helemaal niet leuk vond. We hebben eigenlijk geleerd over racisme en wat het precies is en hoe dat we er ook tegen kunnen gaan. Ik vind het wel interessant omdat het een taboe is eigenlijk. Dus we weten soms niet zo heel goed wat dat we er kunnen tegen doen. Soms weten we ook niet wat het precies is. Dan vind ik het wel goed dat we hierover leren, zodat iedereen een beetje weet waarover dat gaat en hoe dat we het kunnen tegengaan. Ja, we moeten er echt iets aan doen, anders gaat het niet goed komen. Dank je wel. Ik denk dat het belangrijkste is dat de idolatrie en de, ja, het imago en de impact van de voetbalploeg gebruiken om dit project uit te voeren. Wij hebben een mooi kant-en-werkboek uitgewerkt voor de leerkrachten, dat ze hiermee aan de slag kunnen gaan. Het is een kant-en-klare werkboek die echt inspeelt op het vak burgerschapseducatie, waar scholen ook binnen de eindtermen moeten behalen. Wie heeft er een antwoord? Ja? Het is een thema dat hen enorm aanspreekt, omdat ze ook in de klas zitten waarbij dat er verschillende culturen aanwezig zijn, verschillende huidskleuren. Heel vaak is het ook de eerste keer dat ze geconfronteerd worden met racismeverhalen van de leerlingen. En dat ze wel merken dat er een probleem is. En door dat onderling te gaan bespreken, kunnen ze beter opkomen voor elkaar, kunnen ze assertiever worden. Ik vond het heel leerzaam om er een keer over te leren. Want dat gebeurt redelijk vaak, ook in België. En zo hebben de kindjes van de klas geleerd dat ze racisme kunnen stoppen als ze het zien. Dat is heel belangrijk dat dat hier op school gebeurt, want het stopt niet aan de schoolpoort. De kinderen gaan daarmee naar huis. En ze nemen dat verhaal mee naar huis, ze leggen ook uit wat er gebeurt. Het boekje gaat ook mee naar huis, dus ouders kunnen daar eens naartoe kijken. En dat kan in het gezin verder gezet worden. En als we samen aan die kar trekken, dan denk ik dat we al een heel stap verder zijn. Ze zijn nog niet helemaal gevormd, maar toch zijn ze al enorm op zoek naar wie ben ik, naar hun eigen personaliteit. En dat wij daarin hen een duwtje in de juiste richting kunnen geven, denk ik, is zeer mooi meegenomen. Hoe langer je ermee wacht, hoe meer hun persoonlijkheid al gevormd is. En dan is het jammer genoeg soms al wel eens te laat.